Vorig jaar was de zomerkermis nog in volle gang. Maar dat zit er deze zomer helaas niet in. De kermis, die altijd in augustus wordt georganiseerd rond de viering van het Groningens ontzet, gaat namelijk niet door. Vanwege alle werkzaamheden die nu plaatsvinden op de Grote Markt, blijft er te weinig ruimte over om alle attracties kwijt te kunnen. In mei van dit jaar kregen we eigenlijk een goed beeld van de projectleiding, wat de status is van de werkzaamheden. En toen bleek uiteindelijk dat we maar eigenlijk 20% overhouden van de 100% die we aanvragen. Het is een kleine postzegel op de Grote Markt. En daar kan je misschien een of twee attracties, maar dat is eigenlijk oneerbiedig een vlag op een modderschip. Dat moet je niet willen. En dus werd er gekeken naar een plan B om de attracties alsnog een plek te kunnen geven. We hebben ook gevraagd aan de gemeente of we eventueel de vismarkt konden gebruiken. Maar ja, er zijn meer spelers in de binnenstad, er zijn regels voor en die weg konden we niet bewandelen. Dus dan is het eigenlijk heel zakelijk een beslissing om dat niet te gaan doen. Is het dan voor zo'n ondernemer niet alsnog te kort dag om een andere plek te vinden? Is het niet een financiële strop voor ze? Uiteraard, dat heeft niet hun voorkeur. Een kermisexploitant die gaat eigenlijk al eind volgend jaar, maakt hij zijn jaarplan. Ja, en de 28 augustus kermis is wel een icoon voor hun. Dus al met al een hele vervelende beslissing.